crew ready for boarding. Ik heb helaas geen linkje voor jullie. Mooi, hè? Kijk, deze Airbnb is nu te boeken. Heel fijn om weg te gaan, omdat je je zo geliefd voelt. Dat vind ik zo fijn. Lekker gefietst, 35 minuten of zo. Het rokje is heel schattig, maar wel echt kort. Ja, dat kan eigenlijk niet. Het is eigenlijk gewoon mijn kont. Maar ik kreeg zoveel complimenten over dat mandje dat ik er toen meteen nog een ben gaan halen. Ik denk dat ze deze wel echt super leuk vinden. Iedereen die ik het gevraagd had. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Ik vind het helemaal mijn. Helemaal verdotte. Ik ben echt gewoon anderhalf uur onderweg. Ga je dit maken? Ja, maar zo komt het er bij mij niet uit te zien. Dan weet je dat alvast. Als jij het zou maken... Dat is wel leuk voor de vlog. Ik merk dat iedereen als ik kom eten denkt dat ze hun best moeten doen. Ja, zo vervelend. Maar dat komt omdat jij altijd alles zo... Ja, maar ik vind het gewoon leuk. Zorgt. Ik verheug me ik er dan vind het helemaal niet leuk, maar ik vind het wel leuk als je het ook iets lekkers hebt gemaakt. Kijk eens wat Charlotte meegenomen heeft. Mensen willen best wel wat geld betalen om een keer bij jou te mogen eten. Ja, hou niet van make-up. Nee, ik dacht ja, make-up op wat. Een haar update. Ik had toch het bruin laten verven van onder. Maar ik heb denk ik al 100 euro bespaard. Echt geweldig. Misschien wel meer. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij zijn lekker wakker geworden in de tent. Nou, echt heel lekker. Ze hebben geslapen van 10 tot 7:30 of zo. Nou, wel een beetje wakker geweest, maar echt best wel lekker geslapen. Lekker gedoucht en ik had nog een eigen ontbijtje mee en die was echt heel lekker. Met overnight oats, chiazaad, cacao-nips, blauwbessen en frambozen. En nu gaan we lekker koffietje drinken en even naar het winkeltje toe en dan weer lekker varen. We zijn even naar de winkel en ik heb hele mooie waterschoenen gekocht die jullie denk ik ook wel zouden willen. Ik heb helaas geen linkje voor jullie. Mooi hè? Die van Haan zijn nog mooier. Namelijk deze kleur. Nee, het is wel handig, want het zijn allemaal garnalen en we gaan vandaag naar een strandje. En dan heb je in ieder geval je voeten lekker beschermd. Ik vind het zo lekker dan lekker wandelen. Het voelt echt als vakantie en dan lekker naar zo'n veel te duur winkeltje. En dan naar zo'n supermarktje. Echt heerlijk. I like. Nog lekker vroeg. Ik ging om 10:00 naar bed en 7:30 wakker. Zo lekker. Wakker worden in de natuur. Ja, ja. De pet is erop en de bril. Ik heb boodschapjes gedaan en nu weer lekker. Ik ga eerst de motor starten, je hoeft nog niks te doen. Een capybara. En Mina. Lekker hier zeg. Het is hier zo rustig. Het is heerlijk. Capybara vindt het ook leuk. Ah, Mina ziet je mamaatje. Hé, hey, je hebt je eigen pet of wat goed. Great. Daar ben je zeker Hoi. Ook wel blij mee, hè? Hoi. Minaatje. Billa. Zo, kijk eens. Een duimpje omhoog voor deze kont. Oh. Dat is leuk, hè, Mina? Ja. Nou, we gaan vertrekken. Camera crew ready for boarding. We're going to fly a ship. Orphy. 5-3-0-4. The weather in Harrington is really sunny. Het is dag 2. We zitten weer heerlijk in het water. Zo, ik was net eventjes in slaap gevallen op de boot binnen, want ik was ineens helemaal moe van die zon en alles. Echt lekker, het voelt alsof je helemaal op vakantie bent, joh. Super bruin ook al, maar helemaal gaar. Lekker een beetje boothaar. En nu even het badbak uitspoelen. Lekker even douchen. Vanochtend ook nog gedoucht, dus het hoeft eigenlijk niet, maar ik vind het gewoon even lekker. Dat zout eraf. Als je buiten gaat douchen, dan moet je in je bikini. En ik wil gewoon lekker in mijn blootje. Bizar hoe moe je wordt van varen. Maar wel heel lekker. Vannacht hebben we ook echt heel goed geslapen. Ja, wat wou jij zeggen, mevrouw? Zitten we weer, hoor. Heerlijk. Doggie. Good morning. Het is dag 3. Het even is de laatste. Heel moe wakker geworden. Niet normaal. Je wordt echt moe van het bootleven. Dus ik dacht eerst, ik ga nu naar huis rijden. Lekker nog een beetje vroeg. Maar super zonde. Zij willen heel graag dat ik blijf. En ik ook wel. Dus ik ga nog een keer lekker nog een dagje mee. We gaan naar Bruinissa. Aan de overkant ligt dat. We zijn nu dus in Herkingen. En dan gaan we daarheen varen. En daar even naar een visboer of zo. Even lekker wat verse vis halen. Voor op de barbecue. Lekker bij tijd vertrekken. Het is nu 9:30. Hopelijk gaan we na het ontbijt even eitje eten. Koffietje gaan we lekker weg. En... ja, dan hoop ik weer een beetje bij tijd terug. Ik heb al mijn spullen al lekker in de auto gelegd. Het is perfect. Hier zo zijn de wc's. Daarachter staat onze tent. Mijn schoonouders slapen dus op de boot. Nou, de boot is daar.
En hier voor mijn neus staat eigenlijk mijn auto. Dus perfect. En hij heeft net de kano opgeblazen. Ik zit hier lekker even in de schaduw op de grond. En dan hoop ik dat we gewoon lekker een beetje op tijd weer terug gaan, lekker gaan varen. We gaan dan daar bij Bruinisse even aanmeren. Daar eventjes af. En dan waarschijnlijk weer voor anker in het water ergens om te zwemmen. Heerlijk. En dan even afdouchen. En dan weet ik niet of ik mee ga eten. Misschien ga ik dan voor het eten weg. Want je wordt er zo gaar van. Maar ja, mijn schoonmoeder zegt gisteren ook van, dan moet je juist wel mee eten. Want na zo'n boot heb je juist, als je dan wat eet, knap je juist weer op. Het is bizar. Ik doe helemaal niks. Hè? Zij zijn echt aan het zeilen. Ik doe niets. En je wordt zo moe van het varen. Bizar. Heerlijk. Wel echt vakantie. Zalig. En dan gaan Haan en ik dus ook nog eens samen naar Zwitserland. Over een kleine maand. Nee, minder inmiddels. Trouwens, over volgens mij vrijdag over 2 weken alweer. 16 augustus. Heerlijk. Oh, nee, ziet er mooi uit. Kijk wat een luxe. Kijk, zo ziet ze er morgen zo. Ja. Airbnb, moet ik het zo doen? Dat is een verschil met 's middags, hè? Een beetje als prachtig. Kijk, deze Airbnb is nu te boeken. Ja. Zo. Je mag kiezen hoe je je ei wil. Oh, yum yum. Omeletje. Lekker. Kijk. Daar is de B&B. En nu gaat ze de volgende eieren bereiden. We made it to Jachthaven Bruinisse. Het is hier heerlijk, want het is hier een beetje, ja, een heel ander vibe. Je hebt lekker schaduw. We komen net aan, hoor. Maar we liggen lekker daar in de haven. En volgens mij hebben ze hier een beetje restaurantjes en dingetjes. Leuk, leuk hier. Ja, het is leuk hier. Zeker weten. Je kan daar ook in het water spelen. I see. Ja, is gewoon echt. Het is tijd voor Peppa Pig Quartet. Woehoe. Kijk hoe leuk. Echt superleuke kleurtjes. Ik wil deze roze. Maar je weet het maar nooit. 2, 3, 4. De laatste minuten op de boot zijn ingegaan. We gaan terugvaren. Het was heerlijk. Ik ga even sla maken. Milaiki. Lekker druifjes. Welk mes moest ik nou gebruiken, Loes? Dat kleintje heb ik neergelegd. Is die het beste? Dat hele kleine. Witte. Ja. Daar heb ik gewoon knoflook mee gesneden. Ja, ik ruik het lekker. Ik dacht, je zei dat het met een groot mes moest of zo. Je mag een groot mes als je dat liever hebt. Wil je liever een groot mes? Ja, waar kan ik die pakken? Uit de bestekla. Die ligt helemaal tegen de lawand aan. Oké. Okay. Daar gaan we. En we zijn weer terug op het vasteland. Laatste keer babykuren. Ik ben lekker in de schaduw de honden oppas. En Mina? Schoonouders zijn lekker de spullen aanpakken. Heerlijk al eventje. Ik ga er vandoor en ik voel me echt een gezegend. Ik voel me echt gezegend en heel gelukkig. Want ze gingen me allemaal helemaal uitzaaien bij de poort. En nog 1000 kusjes geven. Mijn bonus was helemaal van ik wil niet dat je gaat. En die ging bij me in de auto stappen, want ik wil met je mee. En zoveel liefde en kusjes. En mijn schoonouders ook en haar ook. En dan is het heel fijn om weg te gaan omdat je je zo geliefd voelt. Dat vind ik zo fijn. Ze zeiden echt van blijf nou nog een nachtje, maar ik vind echt dat ik naar Poesie moet gaan. Dus ik rij nu lekker weg om 7:30. Het is ook korter rijden in de avond, maar 1:33. Heerlijk. Ben ik lekker voor 8:45 thuis. Ik ga even met Poesie. Perfect. Het was echt top. Heel gezellig. Daar ben ik weer. Ik heb bijna de hele rit met mijn broertje gebeld, dus de autorit ging super snel. Het was 1:33. Mijn huid is helemaal warm. En het eerste wat ik ga doen is half poesie knuffelen, is hoele hoepen. En Haan en Chickie gaan we zo nog even bellen. I'm so happy. Poesie gaat het heel goed mee. Die is echt zo goed verzorgd door de buurvrouw. Echt geweldig. Het voelt echt alsof ik een tijdje op vakantie ben geweest. Is ook zo. Ik ben wel een stuk bruiner, hè? Ik heb helemaal deze boek nog gemist, behalve Poesie. Zo even mijn tas uitpakken en alle kleren in de was. Alles van de camping ga ik gewoon wassen. We zijn in de tent, op de boot. Ik had ook nog 2 mieren in mijn auto. Als souvenirtje van de camping. Zo. Ik heb geprobeerd lekker veel voor jullie te vloggen.
En toch ook lekker van mijn vakantietje te genieten. Volgens mij heb ik dat goed gedaan. En nu heb ik hier zin in. Ik lijk heel bruin. Volgens mij ben ik niet zo bruin als ik lijk hoor. Het komt denk ik ook een beetje door het contrast met wit en... Nou, misschien ben ik wel zo bruin. Lekker. En dan moet ik nog op de echte vakantie, hè? Good morning. Ik heb weer een heerlijk gezond ontbijtje. Gisteren heb ik die onderkant geprept. Chiazaad. 2 eetlepels, havermout 6 eetlepels, maar dan de helft ervan. De rest zit dan vanmorgen in de koelkast. Met wat alpaca kokosmelk, frambozen en blauwe bessen. Ik denk niet dat ik er vandaag cacao nips op ga doen. Misschien nog een beetje hennepzaad erbij trouwens, als ik vergeten. Maar zo lekker gezond en goede start van de dag. Heerlijk. Die havermout erbij zorgt er gewoon voor dat je ook wat gevuld bent. Hoewel havermout maar niet heel erg gevuld hoor. Dus ik eet het ook meestal niet te vaak, maar ik vind het hierbij wel echt een topcombi voor het ontbijtje. Gewoon een beetje het havermout erbij. Nee, heel gezond. Lekker goed je lijf voeden met gezonde dingen. I like. Good morning. I feel fresh. Ik had een helse nacht. Ik heb tot 4:30 muggen... Oh mijn god, het zit aan de binnenkant of de buitenkant van mijn deur? Oeh, aan de buitenkant. Is Poesie nog buiten? Het zit helemaal... Oh, mega mug. Ik heb dus, mijn hele plafond zit ook vol vlekken, echt heel erg stom. Die moet ik even weghalen. Ja, de buurvrouw had dus allemaal muggen in mijn huis gelaten. Verder is ze geweldig. Ik zal voortaan even zeggen, niet in de avond, echt niet de deur openzetten, want het is drama. Tot 4:30 wakker gehouden door muggen. Echt wakker gehouden bij mijn oor, kon niet negeren. Dus die moest ik doodmaken, kon ze niet vinden. Dus vanaf 4:30 was echt geslapen. Maar ik voel me wel zo vers. Mijn zwangere vriendin vroeg of ik even mee ging naar de prenatal. Zij is al over 5 weken uitgerekend. Ik wil even kijken of Poesie naar buiten is. Ja, ze is buiten. Over 5 weken uitgerekend en ze moet allemaal dingen aan. Dus ik dacht, tuurlijk, ik ga even mee. Dan ga ik lekker op mijn elektrische fiets, 1/2 uurtje fietsen. Dus ik moet een beetje tempo maken. Ik heb een lekkere comfortabele outfit aan, maar toch leuk. Vooral als je lekker een beetje bruin bent. Ik doe geen make-up op. Gewoon weer lekker dat zwarte broekje, dit maatje kleiner. Die anders zit namelijk in de was mee. Zit ook prima. Met het primer blouseje die ik volgens mij nog nooit heb aangehad. Dus ik wou geen leuke outfit aan doen. Maar ja, uiteindelijk is het nog best wel gewoon oké. Gouden schoentjes bij. Nou, prima toch? Heerlijk comfy fietsoutfitje. Geen make-up, maar toch leuk. En wat top, ik ga even een matchaatje maken. En dan Poesie binnenhalen en lekker op de fiets stappen. Verder. Ik had dus eigenlijk zin om vandaag de hele dag niks te doen. Maar dit is letterlijk de eerste zwangere vriendin die me vraagt of ik mee wil. Ik zei tegen allemaal, oh laat het me weten als je gaat babyshoppen. Ik wil mee. Maar helaas, niet van gekomen. Dus nu dacht ik, ik grijp het aanbod aan. Het is ook wel heel leuk. Haar vriend werkt gewoon vandaag. Ze heeft nog van alles nodig. Dus hoe leuk om dan mee te gaan. Lekker gefietst, 35 minuutjes of zo. Heerlijk. Even mijn fiets vastzetten. Ik sta nu op iemands fietszadel. Een knotje maken. Dan gaan we baby shopping. Leuk hoor. Het fietsje heeft het weer goed gedaan. Kijk, we zijn hier bij Seintjesberg. Dat was heel gezellig en veel te lang. We konden echt niks vinden. Nu ga ik weer lekker weg. Ik stop even onderweg bij de supermarkt, want ik wil even wat eten. En ik ga nog even naar de Aldi kattengritten zo halen. Het is zo lekker weer. Morgen zien we elkaar weer, want ze komt morgens bij me eten. Dat was al gepland. Vet gezellig, dat is echt het leuke aan zo dicht bij elkaar wonen. Very gezellig. Ik ben weer thuis en ik heb lekker boodschapjes. Even wat gezondere havermelk, eitjes, aardbeien, blauwe bessen, chiazaad, avocado's, kiwis, watermeloen, kip. Ik eet dus af en toe weer vlees. Frambozen en dit. Ik wil even kijken of ik tegen die lactose en die melk kan. Had ik zin in. Oh, dit is zonder lactose. Tegen de melk kan. En dit was het. Oh. En nog olijven, tomaten en een cucumber. Hola, ik ben lekker gezond aan het koken, want ik vind dat ik vaker moet koken voor mezelf. Dus ik heb lekker verse pasta uit Italië die mijn ouders hadden meegenomen met tomatensaus, gele tomaatjes, paprika, basilicum en knof. Oh, je ziet er ook niks van. Het is echt totaal niet boeiend, maar het is in ieder geval gewoon gezond. Yummy. Ik heb vandaag niet gevlogd, erg hè? Ik was mijn camera dus vergeten. Ik was mijn berging uit. En ja, een beetje opruimen en vooral alle oud papierdozen en zo weghalen. Naar het grofvel, naar mijn ouders om even langs Chico te gaan. Want die mist mijn moeder heel erg. Poes miauw. Wat heb ik nog meer gedaan? Pakketje weggebracht, pakketje opgehaald. Geedit, dat soort dingen. En straks komt met wie ik gisteren heb afgesproken eten. Want we hadden het over cannelloni of zo. Toen zei ik, oh, ik heb nog cannelloni in de vriezer. Dus dat is deze.
En dan gaan we die lekker opeten komt ze na de werk. Ik maak er nog even een salade mee met wat ik in huis heb. Ik heb niet zoveel in huis. En dan blijft ze gewoon lekker 2,5 uur. En dan ga ik misschien daarna naar zoomen, maar ik twijfel nog. Want ja, de docenten is er niet, dus het is gewoon niet leuk. Maar ik moet wel eventjes weer naar sportschool, want ik doe het echt veel te weinig. Dus ja, ze komt over 1,5 uur ongeveer. Dus lekker alle tijd nog. Ik heb hier allemaal was die ik moet gaan opruimen, opvouwen. Mijn beddengoed zit weer heerlijk in de droger. En dat soort dingetjes. Ja, het was nog een redelijk drukke dag. Ik wil eigenlijk een beetje chillen, maar op zich is het nu wel chillen. Morgen ga ik de hele dag naar Lotte en Den Bosch. En in het weekend heb ik nog geen plannen. Met de vlog edit, die is maar 3 kwartier van vorige week. Ja, I'm sorry. Maar dat is ook goed, toch? Zo, mijn vriendin is onderweg naar het werk. Ik dacht misschien wel even leuk om nog te laten zien wat ik nou voor pakketje voor haar had gemaakt. Ik weet niet wat ik hiervan al heb laten zien, maar dit mandje had ik toen voor Lotte. En ik en hou er allebei niet van grijs. Maar ik kreeg zoveel complimenten over dat mandje dat ik er toen meteen nog een ben gaan halen. En ik denk dat ze deze wel echt super leuk vindt. Hij is dus helemaal gevuld en ik zal even laten zien wat er dan allemaal in zit. Alcoholvrije cocktail. Een soort van baby smoothie dingetje, maar die kan je ook gewoon lekker als mama zelf opdrinken. Uit Duitsland een kinderhuidcreme. Zij zei toen dat ze dat dus wel leuk vond, allemaal van die Duitse dingen van de DM. Nog een alcoholvrije cocktail. Een speen. Een nijntje? Nog speen. Oh nee, ze is er al. Dan ga ik het dus. Ik wil het nog allemaal laten zien namelijk. Dat is niet leuk. Het is te vroeg. Ja, ik had niet verwacht dat ze er al was. Dan kan ik het dus niet allemaal laten zien. Even snel. Het vond ik gewoon schattig. Mini spekjes. Zo'n ding om te hangen. Baby memory kit met zo'n afdruk. Nog mama smoothies. Neutral dingen. Zwitser buikbalsem. Talkpoeder. Babydoekjes. Babylipspul. Babyspul. Baby, 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 snel. Nog wat verzorgingsdingetjes voor haarzelf. Schattige spekjes. Nog meer verzorging. Ik wil het wel nu geven. Dat vind ik wel heel leuk. Dus ik kan elk moment aanbellen. Mijn eerste jaarboek. En die kleding. Waarvoor heb ik heel veel hiervan al laten zien. Oké. Okay. Nou, ik ben ook nog niet klaar met de tafeldekken. En het is hier heel heet. En ik weet niet, ik had het ineens heel koud. Dus ik had hele rare kleren aan. Maar oké. Okay. Nou, ik ben een beetje laat begonnen. Oké, okay, ik heb hier gewoon een simpele salade. Lekker gezond met van alles. En dit is de cannelloni. Gaan we lekker eten. Good morning. Ik had dus bij de sale van Stieglitz dit besteld. Ik vind het shirt dus heel leuk. Ik zou hem het liefst een maatje kleiner hebben gehad, maar die hebben ze dus nu niet meer, zie ik. Maar dit vind ik dus heel leuk voor over een bikershort of zo. Of lekker als pyjama shirt over een bikini. Ik vind het heel leuk staan. Maar dit is een setje met een rokje. Maar dat shirt is zo ontiegelijk lang, dat dit vind ik niet leuk. Zo'n heel klein stukje rok eronder. Het rokje is wel heel schattig, alleen wel echt... Het rokje is heel schattig, maar wel echt kort. Ja, dat kan eigenlijk niet. Je ziet eigenlijk gewoon mijn kont. Dus dit zou ik alleen op vakantie dragen. En hij trekt automatisch een beetje omhoog. Kijk, ik kan hem ook wel lager doen, maar hij valt automatisch... Zeg maar, een rokje valt meestal niet op het brede stuk, maar juist een beetje in je taille. Dus... Ik kan hem lager doen, maar ik merk dat hij dan steeds weer omhoog kruipt. Want ja, kleding zit gewoon meestal, de rokje zit meestal wat hoger. Maar dan alsnog vind ik het niet leuk met die outfit. Dus dan zou je je shirt moeten opknopen. En ik weet niet of ik dit nou per se een hele leuke look vind. Nee, ik zou het rokje kunnen houden voor dan met een ander iets. Het rokje was €34 nu, 50% korting. Cyclus is best wel duur natuurlijk. En als ik hem terugstuur moet ik €5 betalen voor verzendkosten. Dus ik dacht, nou, misschien wil ik het rokje wel houden. Maar ik vind het geen leuke combi. Het is niet als setje leuk of zo. En ook niet zo. Want ik had deze gisteren gewoon aan zonder broekje. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat zie ik helemaal voor me op zo'n soort broekje. Lekker comfy outfit. Kijk, dit vind ik leuk. Dus de vraag is vooral, wat moet ik met dat broekje? Ik dacht, ik vlog het even voor jullie. Ik kom net mijn bed uit. Ja. Maar wel heel blij met het shirt sowieso. En ik vind rokjes ook wel leuk. Dus ik ga even kijken wat ik ermee ga doen. Ja. De reden dat ik bij Stieglitz had besteld, is omdat deze jas nu in de sale was. Heel veel mensen haten hem. Eigenlijk iedereen vindt hem lelijk. Maar deze wilde ik dus zo graag hebben, maar hij is gestoord duur. Hij is nu nog steeds helemaal gestoord duur. Dat is echt leer. Maar ik dacht, ik vind hem zo vet. Maar ik moet er echt goed over nadenken of ik hem niet ga terugsturen. Maar ik vind dit dus heel leuk. Nu niet voor de zomer hoor, maar de mouwen kunnen er ook af. Ja, ik vind het zo'n gaaf ding. Maar iedereen die ik heb gevraagd, haat hem. Maar ja,
Daar gaat het natuurlijk niet om. Ik vind dit helemaal mij. Helemaal Charlotte. I love it echt. Maar gestoord hoor. Zou ik zeggen wat het kost? Normaal is het €350. Nu dus de helft. Heel lijp. Maar ik dacht, ik ga wachten tot hij in de sale is. En dan mag ik hem misschien. Maar ik snap het als mensen dit lelijk vinden. Ik vind het dus heel tof. Mijn vriendin er gisteren was ze ook, want ik had het zo lelijk. Ik vind het geweldig. De mouwen zijn dus wel echt huge. En dit kan er dus ook nog af, maar daar koop ik hem niet voor. Ja, even goed over nadenken, maar dat rokje doe ik wel terug, want... Ja, dat rokje slaat nergens op. En nu moet ik me even gaan douchen, want ik ga naar Lottie. Ontbijtje. Lot app net dat ze een uurtje later wil, dus ik wilde eigenlijk over 10 minuten de deur uitgaan. Even snel mijn make-upje opdoen, alles staat klaar. Maar nu heb ik dus nog 50 minuten. En ze moet om 5:30 sporten, zei ze. Dat lijkt me echt zo lastig als je kinderen hebt, dat je dan zo gebonden bent aan wanneer je moet sporten. Dus ik ben daar... We hebben alsnog 4,5 uur of zo, prima. Maar dan ben ik weer lekker op tijd thuis. Ga ik misschien ook maar even sporten. Ik weet het niet, ik dacht misschien gaan we langer chillen. Maar dan gaan we dus even daar lunchen. Even Den Bosch in. En dan weer naar huis. Het wordt een super mooie dag. Even kijken wat ik nu ga doen. Wat zouden jullie nu doen? Meestal als ik lang ga opmaken, wordt het alleen maar lelijk. Ik dacht eerst, ik doe gewoon even nog een bruin crème op en dan ben ik klaar. Maar nu heb ik tijd, dus dan ga ik me wel even opmaken. Dit shirt gaat heet het zo, dus de ketting die dan wat langer is. Misschien kan ik dat leuk bij de TK Maxx kopen. Ik heb van die bronzing drops opgedaan, dus ik glim nog een beetje. Heel erg zelfs. Nou, nu kan ik ook misschien mijn haar nog even leuk doen. Ik dacht, ik ga gewoon lekker snel de deur uit boeien. Maar nu heb ik nog even tijd. Oké, time to go. Ik ben echt gewoon 1,5 uur onderweg. Ik ben er pas 1:30. Ik sta nu 22 minuten in de file. Voilà. We hebben nog niet eens 4 uur samen. Lot moet dus om 6:30 sporten. Zo stom. Echt vet lang rijden. Nog 40 minuten. Ik ben al 3 kwartier onderweg. Bijna 1,5 uur gereden, maar dan ben ik toch dan weer kleur. Echt? Ja. Ik wist dat niet. Ik heb nog nooit met mijn volle vooruit gegaan. Ik volgens mij wel, daarom herken ik het. Bob ligt in bed. Bob ligt in bed. Ja. Als dit nou wijn was, dat zou fijn zijn. Lekker. Ja. Bij eentje. Maar ja, jij bent met de auto dus. We kunnen sowieso niet zuipen. En het is ook te heet om te zuipen. En ik doe even een tijdje geen alcohol meer. Echt? Ja. Omdat ik op vakantie echt elke dag een biertje heb gedronken. Gewoon een biertje of een wijntje, maar... Ja, ik vind dat gewoon toch niet fijn. Oh, ja. Ik heb echt elke dag een drukte. Ik ook niet hoor. Nee. Dus hey, die glazen heb ik ook. Ja. Die hebben hier al. Oké, wat ga je allemaal doen? Hey, dit topje is van Chiquelle. Nee. Oh. Ik ben aan het knoeien. Tieten. Nee, deze is van de New Yorker. Oh. Wist je dat Chiquelle failliet is? Oh, daarom. Nooit meer kleren. Nee. Ik ook nooit meer. Oh, had jij ook altijd samenwerking? Ja, heel veel juist. Nee, dit moet maar heel veel paste ik nooit. Nee, ik vond het ook altijd wel lastig hoor, want heel vaak viel de kleding groot bij Chiquelle, voor mijn gevoel. Ja, daarom paste ik soms gelukkig iets, want het was allemaal maar alleen SML. Kijk, de kersen zijn dus ineens huge overal. Ja, maar het is ook echt kersenseizoen. Ik heb nog lekker. Ik wist alleen niet of jij van kersen houdt, maar ik dacht... Ja, wie houdt er nou weer niet van kersen? En jij lust ook nootjes, toch? Ja, natuurlijk. Wat ga je maken dan? Ik zag een... kijk dit. Ik zag het bij Jamila. Een zomerse salade met perzik. Lekker. Ja, kijk. Welke Jamila? Meisje zo Jamila? Zo komt het er... Nee, mijn vriendin Jamila. Ga je dit maken? Ja, maar het, zo komt het er bij mij niet uit te zien. Dan weet je dat alvast. Als jij het zou maken... Dat is wel leuk voor de vlog. Ja. Wow, mooi. Ik wil dat een keer maken. Nou. Maken. Mooi, ik wil dat een keer maken. Ik vond als... Heel raar. Kijk, je BNB vol lief. Nee, verschrikkelijk. Oh, heerlijk. Je mag wel helpen als je wil. Ja, kan. Ja, en je mag ook lekker dit hoor. Als je nee hoor. Bij wil komen, dan is het van deze zware autorit. Ja. Een saladeschaal komen in het huishouden. Ik heb heel veel saladeschaal. Ik ben bijna jarig. Ja, weet ik. Ik dacht eerst nog, moet ik een cadeautje, maar het is over 2 weken. En je mag niet eerder al een cadeautje geven. Maar ga je het nou wel of niet vieren? Nee, ik denk het niet. Ik dacht er eerst verder als moeder. Ja, maar weet je wat het is? Daar heeft het eigenlijk niet echt iets mee te maken. Maar je weet dat ik sowieso niet echt dol ben op het vieren van mijn verjaardag. Is dit lekker? Cheers! Cheers. Proeft het wel? Ja, maar wel... Ik denk dat je meer proeft. Wel weinig.
is altijd. Ja, we kunnen ook een beetje citroensap er nog doorheen doen. Voor mij hoeft niet hoor. Oké, wat moet ik snijden? Nou, de perziken die mogen dus in partjes. Ja, dat kan ik. Ja, maar het is ook eigenlijk fijn dat jij mij helpt. Want jij bent veel beter in het pareren en zo. Ik kan ook gewoon een boterham met pindakaas doen. Ik merk dat iedereen als ik kom eten denkt dat ze hun best moeten doen. Ja, zo vervelend. Maar dat komt omdat jij altijd alles zo. Ja, maar ik vind het gewoon leuk. Soort. Ik verheug me er dan helemaal. Ik vind het niet leuk, maar ik vind het wel leuk als ik het ook iets lekkers heb gemaakt. Maar ik krijg wel altijd stress ervan. Dat zelf met Nicole. Ik ga dus naar haar toe. Ja. En dan zegt ze van ja, zullen we daar en daar buiten de deur eten? Maar gewoon een sushi tent waar ik altijd dan met haar eten, omdat het makkelijk was met heel. Ja, dus ik zei, laten we gewoon lekker bij jou thuis lunchen. Maar iedereen wil altijd buiten de deur, omdat ze dan denken dat ze iets speciaals moeten maken. Nou, dat is niet echt, dat heb ik niet. Van, oh, ik moet iets speciaals maken, want Charlotte komt. Maar wel gewoon, überhaupt als er mensen komen, dan wil ik gewoon wel iets meer. Ja, dan heb jij het dan niet zo. Dan is het niet. Nee, het ligt bij mij niet per se aan jou, maar het is wel inderdaad zo. Je hebt gewoon vriendinnen die altijd net even wat meer hun best doen. En dan wil je zelf ook wat meer hun best doen. Ja, maar het hoeft dus niet. Nee, maar want dat, vinden, dat weet ik ook. Dus het is niet dat mensen denken dat jij een fake bent die al met boos wordt of zo. Nee, dat is dan niet het wel, maar geval. Het is meer, ik eet eigenlijk nooit bij vriendinnen thuis. Bij jou één keer in je huis met Joey. Ja. En in het nieuwe huis met Joey ook een keer. Ja. Maar meestal gaan we altijd bij zijn deur. Ja, klopt. Nu ben ik nog steeds als we bij elkaar gaan lunchen. Dat vind ik eigenlijk zo gezellig. Ja, dat is ook veel lekker. Kijk, waar is de foto? Welke foto? Oh, van het voorbeeld. Best moeilijk. Nee joh, die persik echt gegrild of zo. Nee, het is gewoon allemaal rauw bij elkaar gegooid. Oh. En dan met een dinges er doorheen. Dressing? Ja. Ik heb nu al te veel persik gesneden. Hoezo? Kijk, er liggen echt maar 6 stukjes. Oh, dan doen we toch deze even bewaren. Ja, deze even bewaren. Oh, deze is beurs. Oh, heb ik dat net gedaan misschien? Misschien ik. Om de tafel. Alles is beurs. Ja. Dat is wel taai. Deze zijn gewoon veel oranjiger. Ja, jij hebt witte perziken gekocht. Oh. Lekker schrijft. Nee. Nou, het is nu al echt niet zo mooi hoor. Ik ben er niet zo goed in dingen namaken. Ik doe het altijd aan mijn hoofd. Deze gaat gewoon even op de... Het hoeft toch niet zo mooi te worden? Nee joh, het is gewoon... De dressing maakt het gerecht. Zoals altijd bij salade eigenlijk het geval is. Of meestal in ieder geval. Maar zij gooien hier hele tomaten op. Maar dit ziet er wel uit alsof het gebakken is. Ik heb wel ook sla. Maar ik vlog weer veel te veel. Als je de rest van de vlog wil zien, moet je nu overschakelen tot de vlog. Ja, zet jij ook eens een keer je camera aan. Ja. Moeke. Ik zat cute in. Kijk, dit is onze mooie salade. Wat is hier gebeurd? Oh, dat is van die. Ja, ik zeg het hele tijd schoonspoelen. Maar... In Lotte's vlog kan je dus zien hoe walgelijk lelijk het was. Maar nu wordt het een beetje dunner. Nu wordt het wel mooi. Op zich. Jawel. Eigenlijk was het ook gewoon mooi geweest als ik alleen balsamico stroop erop. Ja, het had stroop moeten zijn. Dat zou ik eigenlijk ook zeggen. Maar toen was het al dun. Ja. Dit wordt heel lekker hoor. Ja, wel heel sappig. En dit is het. En nu granaatappel nog. Ja, dat hoort er eigenlijk niet op. Maar ik dacht dat is wel leuk. Waar is de granaatappel? Oh, hier. Zal ik het gewoon een beetje eroverheen doen? Ja. Het ziet er toch nog lekker uit. Ik vind het ook mooi. Misschien is het wel goed hoe we het hebben gedaan. Gewoon, want... Hoe jij het hebt gedaan. Nee, want dat is het al niet meer. Oh, oké. Spilling. Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi. Wie had dat gedacht? Nee, iets meer nog van deze. Ja? Ja. Wow, ja, want pistache, granaatappel en witte burrata is dus een hele mooie combi. Ja. Ik heb het gevoel dat er hier nog iets moet, een bloem of zo. Heb jij een bloem bij je? En deze kers is niet goed. Hoezo? Je moet hier. Oké. Okay. Wat kunnen we daar in het midden leggen? Een stukje perzik? Een takje van de tomaat. Een tijm. Een pekelnoot. Nou, ik vind het wel prima. Ja, ik ben niet goed. Ga je hier nu een TikTok over maken met inspiratie? Mm. Oh, Lot, als ik dit had gezien als ik binnenkwam, dacht ik waarschijnlijk heel mooi. Zo? Oh my god, Lot heeft echt haar best gedaan. Ja, maar nee, het is wel mooi. Het is gewoon een beetje rommels, ja. Ja. Een beetje herfstsalade. Ja, terwijl het echt een zomerse salade is. Ja. Groente en fruit. Ik bedoel fruit. Nou, ik vind het mooi. Ik kan niet praten. Ja, ik vind het wel mooi. Oké, fijn. Ja.
Hi. Ik dacht anders bots dat weer met al dat fruit. Oh, wat erg. Net toen ik de camera uitdeed, gebeurde dit. Oh. Jawel, dat kan je toch gewoon even wassen? Ja, oh ja, dat is slim. In dat bakje doen en dan met water. Ja. Oh, het zit er ook helemaal tussen. Wat erg. Hoe ruikt dat er nou ooit? Ik heb wel net gestofzuigd hier, dat wel. Dat zou je misschien niet zeggen, maar dat is wel even net gedaan. Dicht zijn genadig een beetje pas kleur als ze geflat zijn. Dat wel fijn. Oeh, lekker. Maar jij moet inderdaad wel een beetje van alle hoekjes dan eigenlijk pakken, hè? Ja. Wil je nog meer? Dank je. Nee, dit is goed. Jouw hoofd. Bij die lamp. Hoi, ik ben er niet. Zo, dat heb ik nog nooit gezien dat ze echt fit hier gaan doen. En daar is nog een hond bij de buren. Die wil ook meespelen. Ah. Varkentjes. Hé, ik hoor Lots door het ding praten. Nou. Ik heb niet echt meer veel gevlogd, maar wij hebben gewoon nog even gezellig gekletst. En nu hebben we nog een uurtje of zo, denk ik. Gaan we even lekker naar buiten, want het is ook best wel warm. Een Bobje zo, kijkt naar mij. Ze dus kijkt de hele tijd me aan, zo schattig. 4:30 al! Ja, zo benauwd. Wat doe je morgenavond ook alweer, zegt papa. Hi. We zijn even in de TK Maxx, want ik zei even tegen Lot dat je hier dus vet leuke babykleren hebt. Dat wist jij dat eigenlijk? Ja, ik wist wel dat ik hier babykleren gezet, maar ik heb er één keer doorheen gekeken en toen... Vond je het niks? Ja, nee. Iedereen vindt het niks. Ik bedoel, zeg maar dit met die strik en zo. Ja, mijn andere vriendin vindt dit ook verschrikkelijk, hoofdbanden. Ja. Maar hier zie ik ook nog niet echt pareltjes eigenlijk. Oh, maar dit is de sale volgens mij. Ja. Ah. We zien echt niks leuks. Ik vind dit dus waanzinnig. Echt iets voor mij, maar ik heb gewoon geen zin om speciaal in de rij te gaan voor deze. Ja, toch vind ik ze heel leuk. Kijk die man. Ja. Ik heb me omgekleed naar sportkleding, maar ik denk niet dat ik ga sporten. Jeetje, het is te heet. Ik ga nu rijden. Lotte zegt, Lotte ging iets eerder weg. Ze moest sporten en de hondjes uitlaten. Zegt dat ik er zie. Mag je hier eruit? Volgens mij niet. Ik weet het niet. Nee, volgens mij mag dat niet. Ze zegt dat ik haar zie als ik ga rijden, maar ik weet niet of ze dezelfde kant wil. Volgens mij moet dit. Het is zo warm. Ik heb speciaal van papa ben ik nog een bosse bol gaan halen. Dus Lot ging toen naar huis. Toen ben ik nog naar Jan de Groot gelopen om een bossenbol te halen, maar ja, die smelt helemaal weg. Een echte. Dus die ga ik zo bij hem langs brengen. Hij vroeg of ik kwam eten morgen, dus ik zie hem dan nu, morgen en maandag, ineens vet veel. Waar is Lotten dan? Lotten. Ik weet het niet. Ik heb gezocht, maar ik zie er niet. Dus ik ga even special delivery bij papa doen. Dat is wel leuk. Lotten! Doei! Doei, Belilo! Ik zag haar. Het was heel gezellig. Het was wel kort, maar wel heel leuk. En nu terugweg is precies 1 uur, dus dat scheelt. Het lekkerste is na 7, want dan mag je harder rijden, maar het is ook prima. En ik heb dus even mijn sport-BH aan, maar ik heb een sport-BH aan. Daarom heb ik het zo heet, denk ik. Die Action Sport-BH. Die is zo zweterig en kleverig. Ik heb niet heel veel gefilmd met Lot. Ik heb dus niks gekocht. Ja, het was zo kort. Ik kon niet echt veel vloggen of zo. We waren gewoon alleen maar een beetje aan het kletsen. Nee, ik heb niks gekocht. Ik vond niks leuk. Voor mij heel goed. Voor jullie iets minder leuk. Maar ik vind gewoon niks leuk. I can't help myself. Ik heb alleen voor papa een bossenbol gehaald. En dat is het. Sorry. Oké, okay, ik heb dit lekker aan. Ik ga even een bossenbol naar daddy brengen. Deze schoenen zijn alleen niet echt leuker bij mijn boeien. Even lekker op de fiets. Daar gaat hij heel blij mee zijn. Kijk eens wat Charlotte meegenomen heeft. Wat zou erin zitten? Nou, ik leg hem eerst in de ijskast, want anders vind ik hem niet lekker. Zo, thuis, 9:15. Lekker gesport bij leg day. Heel even hopen op het balkon met het pushen, want ik heb het toch bloedheet. En ik las dus, hoe strakker het touw, hoe zwaarder. Dus voor mij is het heel los, maar er zit een knoop in, dus ik weet niet hoe ik hem strakker ga krijgen. Iemand heeft hier gewoon een knoop in gemaakt. Dus dat ga ik even proberen en dan met het pushen. Naar buiten. Kom eens, Sjoedik. Hallo jongens. Hey, wel ben ik niet scherp.
Ik heb vandaag nog niks gevlogd, maar ik had een heerlijk lui dagje. Nu is het 4:30 en ben ik bij papa. Ik ga lekker wijntje drinken, pizza eten, borrelen. En deze baby heeft mij nu al 3 dagen achter elkaar gezien, dus die is wel blij. Toch, baby? Lekker hoor. Ik heb gemaakt van in de pan geroosterde tomaatjes. Ik heb van die snoentomaatjes geroosterd in de pan samen met een rode jalapeno peper. Pitjes eruit gehaald, want het wordt te heet. Oh ja. Laten afkoelen. Verse oregano uit de tuin. Oregano, zeg jij dat? Ja, oregano, ja, oregano, ja. Dat maakt niet uit. Koriander, zoutpeper. En ik heb een heel bosuitje erbij gedaan. 1 teentje knoflook. Een eetlepel paprika poeder. En toen gewoon in de blender en huppakee. Grappig. Heel gezond. Ja. Nee, geen olie erin gedaan, niks. Oh ja, limoen ook nog. Oh. Ja. Zelf bedacht. Ja, gewoon wat gedaan. Leuk. Dat is het leukste, hè? Ja. Het smaakt dus een beetje naar guacamole zonder avocado. Ik heb er geen olijfolie gedaan, omdat de olie van het bakken zit er toch al in. Oh ja, nee, lekker. Ja. Goed sausje. Ja, hij vindt je wel leuker dan vroeger. Goed zo, Chico. Best dik. Kijk dan. Dit kan je, we waren aan het kijken waar we maandag willen gaan eten na het strand. Maar zoiets krijg je ook nergens, hè? Gewoon een mooie, gezonde salade. Hij heeft curry bloemkool gemaakt, zo te zien. Vijgen uit de tuin van de vijgenboom die ik in Heel hadden gekocht. Nee, dit is uit de vijgenstruik nog. Oh. Komkommer helemaal zonder schil, groene asperges, granaatappel, pitjes, paprika. Parelcouscous of bulgur of zo? Geroosterde parelcouscous. En rucola melange. Juist. Een heerlijke dressing. Ja, ik kan nog steeds niet dressing maken zoals papa helaas. Heel lekker op tijd. Olijfolie uit Italië. Met bosuihoning. Vijgen. Oh, het ruikt zo lekker. Veel te lekker weer. Toch niet normaal, jongens. Ik ben ook echt gek dat ik niet elke week bij mijn ouders ga eten. Helemaal gek. Het is toch te lekker. Heerlijk. En ik heb thee, want ik heb het super koud. Nu is het pizza time. Heeft alles al voorbereid? Sorry. Dit is het deeg van gisteren, toch? Nee. Eergisteren? Ja, nee, ik heb het gemaakt. Ik heb heel veel. Ingevroren. Nou ja, slim. Dit is handig. Ja. Nee. Papa denkt dat jullie misschien niet meer leuk vinden om de pizza's te zien. Maar laat even weten of jullie het nog leuk vinden. Zo niet film ik het nog steeds, maar dan misschien wat korter. Dan doe je het altijd op, op dat dienblad? Begin wel, want dan ligt hier de. Oh, het is wel nou. Bloem? Nee, het is geen bloem. Polenta. Nee, ja, het is. Maismeel. Ja. Maizena. Semolina. Oh, ken ik niet. Het is fijner. En het is, van de Tsjecho. Vind ik prettiger dan met bloem, want het gaat verbranden. Dus ik vind dit mooi spul om mee te werken. En hoeveel graden wordt de oven? 300. 300 graden, omdat we vandaag Romeinse pizza's doen. Wat was dat ook weer? Dun of dik? Dit is dun, knapperig. Oh, lekker. Ik kan het met een deegwolle doen. Dat mag met een Napolitaanse pizza niet. Maar ik vind hem eigenlijk toch lekker als een klein randje aan zit. Mensen willen best wel wat geld betalen om een keer bij jou te mogen eten. Ja, nou. Het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Iedereen vraagt dat altijd. Wanneer mag ik een keer komen eten? Dat doe je voor mij. Nee hoor, dat ga ik niet doen. Dat weet ik. Dat is nooit een restaurant, veel te veel stress. Nou is Nicole blij dat ze nu mijn vriendin is, want dan kan ze ook een keertje langskomen. Oh. Dat is de enige reden dat ze mijn vriendin is geworden. Tuurlijk. Oké. Okay. Tomaatjes. Is dat waar je de dip mee hebt gemaakt? Nee. Nou, het lijkt zo. Dit is in de oven geroosterd. Wauw. Zongedroogde tomaatjes, maar dan niet in de zon, maar in de oven. Lekkerder, want juist een potje vind ik eigenlijk veel te zuur. Ja, nou, ik vind het ook wel lekker maar. Heerlijk. Nou, daar gaat hij. Mooi hoor. Zie je, papa's pizza's zijn niet zo ongezond. Het gaat echt niet heel veel kaas op. Lekker. 300 graden oven in. Hoppa, en hoe lang? Echt maar 3 minuten of zo? Nee,
Maar het is een, Romeinse. En die moet altijd langer. Oh. Dus dat betekent dat die toch zeker 6 minuten of zo. Oh. Wow, we kunnen lekker als we over hebben mee naar het strand. Eigenlijk moet je van die timelapses gaan maken. Dan ga je echt een grote Instagram krijgen. Dat je alle timelapses gaat maken van hoe de pizza gaar wordt. Ja. Daar gaat hij. Hij heeft er nog best lang in gezeten. Buiten is het echt 3 minuten of zo, hè? Ja. Wow, veel beter licht vanaf deze kant. Gaat hij er zeker pesto op doen? Lekker. Dat heb ik hier zin in, echt niet normaal. Doe een duimpje omhoog als je deze pizza wil proeven. En laat een reactie achter. Misschien win je wel de winactie. Camera zoomt helemaal in, ik weet niet waarom. Ik zie er echt uit als een lijk. Maar nu ga ik lekker pizza eten. Lekker knapperig. Goed, hè, dat ik zonder make-up ben aangekomen. Vind jij toch altijd fijn? Ja, hou niet van make-up. Nee, ik dacht jij make-up op had. Nee. Het is thuis goed thuis zonder make-up. Wel een beetje als een lijkje hoor. Nee, het is hartstikke goed thuis. Dat heb ik niet nodig hoor. Soms vergeet ik dat ik het niet op heb en dan ben ik een beetje moe zoals nu. Dan kijk ik denk ik, jeetje. Ik wil wel echt dat je make-up op hebt. Lekker hoor. Is wel lekker. Heel goed gekleurd. Erg lekker, die pesto is ook heerlijk. Yummy. Zelf gegrilde aubergine. Yes. Mooi hoor. Oregano. Zeker. Er is iets met mijn camera dat hij ineens gestabiliseerd is, maar daardoor heel erg inzoomt. Oh, wat gek is dat. Ja, hij is het niet, maar het is wel daardoor scherper. Wow. Oregano. Sali. Sali. Venkel. Kennen jullie dat? Venkel? Het venkelzaad. Dat was een bekende combi, hè? Venkel met... En oezo. Uit de oven. Ken je oezo? Ja, dat is ook een... Lekker, met alcohol. En als vierde ga jij in de oven. Jij gaat als laatste in de oven. Cheek, de allerlaatste gang ben jij. Pizza met Chico erop. Dat was heel gezellig. En nu ben ik weer thuis. Goed gedaan. Hoppa! Good morning! Ik ga dit lekker opeten en dan lekker snel de deur uit fietsen. Good morning, sta ik weer hoor. Even geroepeld. Ik zat dus te kijken. Ik had een haarupdate. Ik had toch het bruin laten verven van onder. En dan om te kijken, want als het warmer zou worden, dan is het zonde om het boven op mijn hoofd te doen. Maar zie je, volgens mij wordt het warm. Ja, ik weet het wel zeker. Ik zie ook de bruine stukken steeds minder. Mijn kapsel had wel echt gelijk. Ik heb ze haar toen meteen van. Ik wil meer, ik vind het zo mooi. Toen zei ze, wacht nou even, kijk. Ja, ik zie niet echt meer de bruine stukken en ik zie heel warm haar. Nou, nu is het aan de onderkant niet zo erg. Maar beter, ja, dan moet ik het dus gewoon laten uitgroeien. Want ik wil geen warm haar. Ik had ook een koffietje, want ik had geen zin in een matcha. Ik ga zo even sporten en dan ga ik zo op mijn elektrische fiets richting de Belmer. Na het sporten lekker. Even stiekem Max kijken, want in een bos zag ik echt niks leuks. Ik heb veel te kort geslapen, maar ik dacht ik ga lekker opstaan. En een aantal dingetjes die ik moet halen. Ik dacht het is ook weer leuk voor de vlog, want deze vlog duurt volgens mij weer heel kort. Maar it is what it is. Misschien kunnen we nog wat leuks zien in de winkels. Ik neem jullie natuurlijk weer mee. Laat ik nog even iets geven als bedankje aan mijn buurvrouw. Omdat ze dus op Poesie had gepast 2 dagen. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik het pas later. Want anders moet je elke keer als ze heeft opgepast iets geven. En wat geef je dan? Ik heb dus een hele mooie fles wijn. Maar dit is dus wel zo'n wijn die gewoon 20 euro kost. Denk ik, is dat too much? En dan leg je de verwachting al heel hoog. Maar ik heb ook wel gewoon wijn die ik heel lekker vind. Gewoon van de Aldi of zo, van 5 euro. Maar dan denk ik, ja, dat is ook weer... Plus laatst was hier dus iemand. Toen ging ik een wijntje drinken en toen was hij helemaal zuur. En toen zei hij, misschien komt het omdat het in de berging dus heel heet is. Dus ik durf ook geen wijn te geven uit de berging. Want ik bang ben dat die dus niet meer goed zijn. Of zo. Van deze weet ik zeker dat die goed is. Maar ja, dan leg je de lat is meteen heel hoog. Maar je kan natuurlijk zeggen, bedankt voor het oppassen. En dat je vaker wil oppassen. Hierbij een lekker flesje wijn of zo. En dat ik deze gewoon geef.
Dan breng ik die zo even langs, ga ik sporten. En dan zien jullie me zo. Hoi, dit is Charlotte 2.0 van de VoiceOver. Ja, ik zat dus zo te klooien met mijn camera deze week. Had ik dus helemaal mijn best gedaan. Want ik ging naar de sportschool en ik dacht, oh my god, ik ga vragen of ik naar de zaal mag. Want het mag meestal niet, staat op het bordje. Om te hoepelen, want ik dacht, ik wil nu dus weten of ik kan hoepelen. En dat lukte dus. Ik ging helemaal mijn camera voor jullie meenemen, alles verslag leggen en zo. Maar ja, dan filmt hij dus in slow motion. Dus nu heb ik het beeld voor jullie versneld, maar er zit geen geluid bij. Dus hier is geluid. Ik vond het wel leuk om die beelden te laten zien, maar ik weet echt niet meer wat ik hier zeg. Weet iemand wat ik hier zeg? Ik ging gewoon een beetje proberen verschillende houdingen te doen. Maar het grappige is, ik deed dus die hula hoop lesjes op de sportschool. Maar die vrouw zei toen dat ik de beweging goed deed door helemaal met mijn heupen wild te draaien. Maar zo kan je dus niet hoepelen. En dankzij die smart hula hoop weet ik dus wat de beweging is. Eigenlijk ga je gewoon een beetje van links naar rechts met je heupen. Soms zet je een beetje één been voor en dan ga je ja, op die manier van links naar rechts. Maar je moet niet helemaal rondjes draaien met je heupen, want dan gaat het dus mis. Maar ik weet niet wat ik hier zeg. Volgens mij dat het wel meer pijn doet dan een smart hula hoop. Ik vond deze beelden gewoon even te leuk om te bewaren, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Hoe gaat het met jullie? Laat even in de comments weten hoe het gaat. Wat ga je deze vakantie doen? Allemaal dat soort dingetjes. Heb je nog wat leuks te vertellen? Ik ben benieuwd. Hoe lang duren deze beelden nog? Ik heb ze net bewerkt. Al deze beelden wilde ik er graag in laten. Maar nu denk ik, het is best lang. Maar ik wil het er gewoon in laten, want het is best bijzonder dat ik helemaal mijn camera had meegesmokkeld naar de sportzaal. Ik ga dit namelijk niet nog een keer doen. Kijk, hier laat ik zien zo van voor naar achter bewegen. En is het nu afgelopen of dan komt er nu nog meer? Oh ja, ik ging een zwaardere pakken. En dat is dus nog fijner. Deze is dus zwaarder dan die roze. Het enige wat me dus niet lukt is de andere kant op. Ik weet niet of ik dat nou ook had gefilmd. Dat lukt me dus niet. Is het nu klaar? Dus hierna ging ik ook nog even fietsen. En dat heeft dus ook geen geluid. Ja, ik ging lekker fietsen naar de Bijlmer. Heerlijk. Zo grappig met die grote mand. Wat ik op Instagram had gedeeld. Dat iemand in de app van mijn woongebouw. Gewoon noem je dat? VVE had gezegd dat die mand echt super azo was. Dit is het enige leuke wat ik zag. En dit kleed lag nog steeds in de winkel. Oh ja, dit was echt grappig. Ik heb dus mega parasols waardoor ik het hele fietspad in beslag nam in die car. Maar ja, ik hou ervan om met de fiets te gaan. Heerlijk. Dit was het volgens mij. Doei. Ik ben thuis en ik heb echt niks leuks gekocht. Dit gekocht. Dit is een drama. Cacao niks. Ik heb ze dus toevallig net bij Picnic besteld. Omdat ik dacht, ik kom niet bij de Lidl. En toen was ik bij de Lidl. Dus even een voorraadje en nog wat chiazaad. Van de Action rauwe nootjes. En voor op vakantie. Ik hoorde dat zonnebrand van Action heel goed is. Het is nog best prijzig. Een 30 chillen spray. Dan om mee te beginnen voor het lichaam. Want ik heb niks voor mijn lichaam. En een aftersun. Hier had ik zin in. Lekker zeewiersalade bij de appie gehad uit de vriezer. En bij de Lidl zag ik deze chili saus. En dat heb ik niet. Dus dat leek me ook wel lekker. Wat hebben we nog meer? Ik heb grepperschotjes gekocht. Skier. Want ik heb het idee dat ik echt wel beter tegen melk kan sinds die nijsessie. Dus dat ben ik een beetje aan het testen. En daarom heb ik ook van die high protein puddingje. Een kwark. En zo'n rijstpudding. Niet echt healthy. Maar ik dacht, het is wel leuk om een keer een shootje of zo. Waar ben je? Hallo, hallo. Oh, hier. En na het sporten. En kipfilet, want dat eet ik dus weer soms. Echt heel saai dit. Dit is een macaronka. Hier ligt ook nog kipfilet. Mijn koelkast is echt heel leeg, maar ik vind het wel goed van mezelf. Ja, verder is er niks nieuw. Picnic komt zo ook nog. En toen kwam ik erachter dat de verpakking al open was. Niet zo groot hoor, maar die scheur die je hier rechts ziet. Ja, al is het ingevolgd geweest, ik ga dat niet eten hoor. Ziet er ook heel bleekjes uit, misschien hoort dat. Het was 2 euro, maar ik ga het weggooien. Als iets open is, ga ik het echt niet eten. Oh ja, nee, ik heb nog meer gekocht. Deze 3 tomaten waren 4,20 euro. Ze hadden ze nu bij de Lidl. Dat is echt... Nou, volgens mij is het misschien nog duurder dan bij Crisp. Ik weet niet, maar ze waren wel bio. En lastig te krijgen. Deze knoflookbollen weer. Een witte ui die er heel mooi uitziet, ik weet niet. En een stuk gember. En dit had ik nog. Morgen ben ik de hele dag weg met papa. En dan ben ik pas donderdag weer terug, want ik ga lekker naar H. Dus ik moet eigenlijk eventjes de dingen in de koelkast gaan leggen. Dan zijn ze langer houdbaar en ik moet gaan opruimen. Deze heb ik ook nog gekocht. Kijk, kan ik meteen deze wortel mee opruimen. Ik denk dat jullie enorm geïnspireerd zijn door deze shoplog. Zo, kijk eens hoe gezond. Ik ben weer thuis. Het is 6 uur. Ik heb dus een restje salade van met mijn vriendin donderdag. Ja, dat is nu 3 dagen later. Moet kunnen toch, denk ik. Met een restje salade van wat ik bij papa gisteren niet had opgegeten. En een restje dan van de pizza toppings, van de tomaatjes en de aubergine. Hoe lekker ziet het eruit. Geweldig. Nog even een beetje een dressingje van mosterd en
olijfolie opdoen en dan heerlijk in het zonnetje buiten opeten. Nou, en dan sluiten we de vlog af met een gezellig picknickshop-vlogje. Die werd echt 5 minuten na het vorige beeld bezorgd. Trouwens, super fijn dat we elkaar kunnen helpen doordat jullie mijn kortingscode gebruiken. Want ik kan elke keer boodschappen doen voor 40 euro dat ik maar 30 betaal. Omdat ik gewoon 10 euro korting heb omdat jullie mijn code gebruiken. Dus thanks. Het is dus geen samenwerking, maar ik heb denk ik al 100 euro bespaard. Echt geweldig. Misschien wel meer. Oké, wil je ook 10 euro korting? Check even de beschrijving. Geen samenwerking nogmaals. Ik had heel veel zin in olijven. Dus ik heb mammoetolijven was in de aanbieding. 2 bakjes. Deze waren ook in de aanbieding. Lekker. Dit zijn mijn favoriete olijven. Dan heb ik nog paprika, wc-papier, blauwe bessen, romanesla, burrata met truffel, kip, komkommer, banaan, havermout, cacao-nip, selderij en bio-tomaten. En dat was het. En dan ga ik meteen lekker de vlog afsluiten, want ik ben moe en ik ga lekker chillen op de bank. Misschien was hij weer wat korter, maar ik hoop dat je hem alsnog heel leuk vond. Ik was dus de weekvlog aan het afsluiten. Toen viel mijn camera uit, maar vergeet niet een reactie achter te laten, te liken. Hoe sneller je het doet, hoe beter trouwens. Hoe sneller je kijkt, hoe beter. Hoe sneller je reageert, hoe beter. Hoe sneller je liked, hoe beter. Want dan kom ik in het algoritme van YouTube. Dan weet je dat, als je me wil helpen. En ik hoop dat je volgende week weer kijkt. En me natuurlijk volgt op Insta. En ja, bye bye. Love jullie. Doei.